Ik loop naar je toe, Jasper. En welke is dit nou? Dit is de Copterix. Nou, maak. Ouwe. Goed te doen, hè, met deze wind. Ja? Maakt ook niet uit of je met de wind mee of niet. Valt hij meteen zo uit? Ja? Dat valt niet druk. Het is achteruit. Ja. Ja, maar dat vind ik ook leuk. Maar als ik drie keer crash, dan is het snel bekeken misschien. Ja. Leg je camera op de grond. Nee, dan heb je eng. Ah, leuk. Beetje slow, mijn hobby, geef ik toe. Oké. Okay. Beetje slow allemaal, maar wel leuk. Maar dat vond ik in het begin van die hele zomer saai. Nog niet zo lang vliegen. En dan denk je van, nou, wat is dat nou? Maar ga je zelf achter die knuppeltjes staan? Is het heel wat anders? Pilot Jasper. Ja. Onder stick. Hij komt zo. Ik kom eens. Nou, alleen nog even een looping. Ja. Ik kan nu mooi echt de wind in hangen. Dus dat wordt toch moeilijk dit. Nou, hij trekt hem op een gegeven moment. Je hebt een, je speelt ook dat met je pit. Want op een gegeven moment komt de wind eronder. Dan gaat hij omhoog of gaat hij omlaag. Ja, je bent dan wel lekker aan die rechte stick aan het knuppelen. Ja. Die andere staat heerlijk stil. Oh, die hele ook wel. Maar als je even naar voren duwt, hij is zo weg hoor. Je, is hij weg ook? Ja. Dat is ook de bedoeling, hè? Brian, ik kom zo, man. Oké. Regen. Nou, keurig wel, Jasper. Ik vind dat jij het heel goed doet. Het is jammer dat er weer een beetje wind staat. Zwaai maar even naar die modelbouwgasten. Ja!